Nee! Hoe dan? Elia, please. Mocht jij snel te goed willen halen voor FIFA Points, check de eerste link bovenaan in de beschrijving. Hey, kijk van mij, dat is Terms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe The Legend Dream. Vandaag, de vorige keer had ik jullie gevraagd wat voor opstellingen moest doen. Dat is 4-3-3 met de valse spits, dus aanhalingstekens nummer 5. Tada, hier staat hij. Jullie hebben mezelf gekozen, dus hier ga ik ook mee spelen. Druk allemaal eerst even alvast op een duimpje omhoog. Laten we meer dan 1500 likes halen. Misschien 2000 zou super awesome zijn. Dan zijn jullie helden. Alleen nu moeten we zorgen dat we in ieder geval de posities even wat gaan aanpassen. Want we spelen nu met 1 spits en 2 vleugelaanvallers. Dus ik hoop dat we hier in ieder geval wel wat goede spelers hebben. Echt, ik moet zo nog wennen aan die knopjes van FIFA. Dat is niet leuk meer. Maar we gaan hem even vervangen. Heb ik nog wel nieuwe spelers? Ja, oké. Deze hadden we opnieuw gepakt. Of hadden we vorige keer gepakt voordat we stopten met de aflevering. Lulic. Misschien hebben we nog wel een rechtsbuiten. Ik weet het eigenlijk niet eens. Laten we kijken. Nee, dat was ik al bang voor. Misschien hebben we wel een goede rechtsmid. Dat kunnen we ook even kijken. Rechtsmid. Ja, die is eigenlijk geblesseerd. En dan hebben we deze meneer nog. Sissoko. Gelukkig combineren die twee. Dus dat geeft ze allebei wat meer chemistry. En we hebben ook geen linksbuiten. Wat het natuurlijk nog moeilijker gaat maken. Dus hopelijk hebben we nog een beetje een krachtige linksmid. Behalve deze. En dat is Botuk. Maar hier hebben we in ieder geval nog iemand die zou matchen. Maar heeft geen pace. Kijk, dit matcht als het goed is. Kijk. Oh. Kijk eens heel goed naar dit kaartje. Hier staat groen links, oranje rechts. Bij die andere staat oranje links en groen. Oké, grapje van mij. Nou, hele domme fout van mij. Niet doorvertellen. Even kijken. Links mid. Zetten we natuurlijk dan Potoek neer. Ik zou het anders ook niet weten. Linksachter hebben we volgens mij ook geen andere nieuwe kaartjes erbij gekregen. Nee, was ik al bang voor. Ja, deze is wel beter, maar heeft helemaal met niemand iets. Echt balen dat we gewoon zo weinig spelers nog hebben. Damn it. Moet je kijken, we moeten nu keuzes maken. Ja, deze zal matchen met elkaar, denk ik. Niet de beste die er is, maar het houdt wel in dat onze verdediging wel... Nou, die heeft sowieso al 10. Dus laten we hier gewoon een andere speler neerzetten dan. Een snelle. Die is geblesseerd. Zet gewoon deze Chinese neer. Hoppatee. Deze komt uit de Italiaanse competitie. Daar hebben we dus niemand van, helaas. Met dit team moeten wij het voorlopig weer gaan doen. Ah, verschrikkelijk. Ik vind het zo erg dat dit gewoon... Dat ik, ah, ja, nog wel een CVM. Ja, daar hebben we Jones. Maar Jones matcht ook met niemand. Dat is het probleem, want die voetbalt in Engeland, dacht ik al. Of Amerika. Ah, nice. En de rest hebben we ook niks. Nee, we laten hem daar gewoon lekker staan. Anders gaan we heel veel chemistry naar beneden halen. Nou, laten we het eerste potje maar gaan spelen. Nou, eerste tegenstander. Ah. Iedereen heeft dikke teams met teamgeest. Alleen, ik ben zo gierig dat ik gewoon nog geen geld wil uitgeven van coins. Ik wil het pas uitgeven als ik denk van, ja, nu moet ik het doen. Maar ik weet ook nog niet wat voor team ik wil. Jullie hebben massaal team eredivisie achtergelaten. Alleen, we hebben eigenlijk volgens mij helemaal geen eredivisie spelers uit mijn hoofd. Dus ja, dat zullen vast wel... zullen wel een paar hebben, maar niet de beste van de beste. Dus dat is nog wel even... vervelend. Jullie willen eigenlijk dat ons doel eredivisie is, maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van, yo, laten we voor een dik team gaan of zo. Bayern München of zo, met wat Nederlandse mensen erin. Op zich, ik wil wel heel graag de Nederlandse Legends, als ik heel eerlijk mag zijn. Maar voor de rest heb ik zoiets van, ja, meer eigenlijk lastig. Want aan de andere kant wil ik ze allemaal wel heel graag. Heel goed. Ah, een beetje skevenbal. Ja, nog een keer. Oh! Kappen, hoek. Oh! Hakje. Subtiel hoor. Voorzet. Wat? De vrije trap. Sowieso. En één keer. Ik weet niet met wie. Ik ga gewoon één keer proberen. Pff. Laten we het over die bal niet meer hebben. Nee, daar hebben we niet meer over. Heel goed. Oh. Schiet. Rommel of iets. Pak hem al binnen. Ah, jammer. Jammer, jammer, jammer. Corner. Oh. Yes. Kom maar met die voorzet. Boom. Oh, gek! Holy shit! Koppen. Nice. Oh. Ja. Twee man voorbij. Oh my god! Hoe dan? Hoe dan? Ah, verdorie, wat zuur. Ah, fuck. Stapfout. Heel goed. Weg met die bal. Heel goed. Nog een keer. Oké, kijken wat er gebeurt. Iemand staat vrij in de hoek. Pasen, pasen. Heel goed. Heel goed, team. Doorloop. Oh my god, hij kan geen meters maken. Wat is dit? Vrij trap? Yes. Boom. Andere kant. Lekker. Iemand voor de goal.
Boom! Boom! Oh, damn it! Boom! Oh, in de handen van de keeper! Hoe dan? Ah, kom op. Geef hem mee, geef hem mee, geef hem mee. Perfect, maar nu staat er niemand voor de goal. Voorzet! Koppen! Ah, het is toch... Keeper! Ah, jammer. Jammer. Oké. Genoeg kansen gehad, maar niks benut. Gewoon niks. Hoeveel kansen hebben we gehad? Even, dat wil ik even kijken en dan gaan we verder met de tweede helft. Kom op. 8 schoten waarvan de 7 op het doel waren. Oh, kom op. Ja. Bob Bradley, wat heb jij een pannenkoekenschot? Hey. Ja, zeker wel. Mooie positie dit. 22 meter. Oh, op de paal! Hoe dan? Ah! Nee, joh! Op de paal! Nee! Damn it! Hoeveel kansen zijn we nodig, jongen? Oh, ik word hier helemaal gek van. Ik meen het serieus. Hoeveel... Oh, kom op, man. Wat is dat voor poepballetje? Ja, hoor, counter. Hij heeft echt letterlijk gewoon bijna niks op goal gehad. En alles van mij is gewoon net gewoon niet. Net, het was allemaal net niet. En dan hebben we Doumbia, hè? Moet je nagaan. Dan hebben we gewoon Doumbia als afmaker. Doumbia, je bent de pannenkoek. We hebben in ieder geval 1 pakketje mogen we openen. Eentje. We hebben niet eens de titel. Schaam je, vissen. Nou, we gaan maar 1 pakketje openen. Laten we dat gaan doen. Geef alsjeblieft iets goeds. Alsjeblieft. Nee, alweer niet. Oh my god, EA. Hoe dan? Dit kan gewoon niet. Laten we eens kijken op de transfermarkt of we iets kunnen vinden waar we wat aan hebben. Een nieuwe spits of zoiets, een afmaker. Wie gaan wij nemen? Waar gaat ons doel nu naartoe? We kunnen dus kiezen om dus een moeilijke spits te nemen. Of we pakken een beetje wat makkelijkere algemene spits. Ik vind het moeilijk. Ik vind het echt een hele moeilijke keuze. Boni bijvoorbeeld. Kan een goede zijn. We hebben hier Milik. We kunnen bijvoorbeeld gaan voor Eredivisie. Heb je hele snelle spelers. Laten we bijvoorbeeld pakken Narsing of zo. Mensen, dit wordt hem. Jullie hebben gelijk. We gaan een Eredivisie team neerzetten. Dit moet gewoon. In mijn huidige actieve team gaan we deze plaatsen. Deze komt natuurlijk op de plek van niemand minder dan Sissoko. Deze gaat naar de club. En ruil daarvoor gaan we nu ook meteen naar een spits zoeken uit de Eredivisie. Dus sorry, jij gaat hier weg. Welkom in het team. Welkom, Milik. We moeten een goede voorhoede hebben. Als we geen goede voorhoede hebben, komen we nooit bij toppers. Sorry, Doumbia, het spijt me. Jij gaat naar de club. En nu nog een linksbuiten. En dan gaan we ook kijken naar wat we gaan doen als 2 CM's. We doen hier Elia. Ik zoek hem voor een goedkope prijs. 900 heb ik gezien. 7,5. Bam! Nu toewijzen. Links buiten. Dus we kunnen nu gaan zoeken naar nog een CM. Ik denk dat we voor Guardado gaan. Guardado. Is er geen 1 CVM? Oh ja, hier is die ook. CVM. Ja, die hoeft het niet. Oké, doen we eentje van Twente. Prima. Op zich gaat het nu goed. In mijn selectie plaatsen. Volgende pagina. PSV. Hoppatee. Verkocht! Rechtsachter, ik zit erover na te denken om daar... Ja, sowieso Van Rijn, denk ik. Maar echt wat Van Rijn met zijn kaart heeft gedaan dit jaar. Ik snap niet waarom die niet glinsterend goud is. Ik ga toch wat meer PSV-spelers plaatsen dit jaar. Ze hebben goede spelers. Vooral in FIFA. Boom. Sorry. Oekjada. Naar de club. Pst, eruit. Oké, als het goed is... We hebben nog maar 240 coins over. We hebben echt bijna geen klap. Als het goed is, kunnen we onze selectie bijna invullen door alleen maar Nederlandse spelers. Volgende potje... 84 teamgeest, 4 sterren, 75 beoordeling. Eredivisie team. Op de bank zit echt dikke poep. Maar we gaan ervoor. Wesley Sneijder heeft hij geleend. Maar op zich, ik hoop dat we eindelijk een keer nu een goed team hebben waar we mee de breedte op kunnen. En waar we echt wat mee kunnen gaan betekenen. Maar laten we het proberen. Kom maar op. Milik! Oh! Damn! Een haar! Echt een haar! Ja, eerlijke bal. Narsing, kom op. Narsing. Hoekje. Nee. Ga naar die man toe. Oh, nee. Nee. We hebben eindelijk een beter team. Krijgen we dit. Wat baal ik hiervan, gek. Oh. Ja hoor, daar ging je. Narsing. Korte hoek. Oh. Verre hoek mag ook. Lekker. Boom. 1-1. Kom maar op. Oké, dan niet. Boom. Ah, penalty. Vrij trap. Ja.
Sukkel! Sukkel! Ja, je trapt me onderuit. Van achter, kijk dan. Hier, ik wil schieten. Ja, terecht. Koek, koek! Hoppa! 2-1! Ja, 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 ja! Rennen, Elia, rennen, Elia. Oh! Ah, dat was zo close! Nee! Hoe dan? Elia, please! Maak het af! Ja! Ja, ga lekker op je smoel. Heerlijk, jongen. Goed gedaan. Yes! Woehoe! Nice. Nice, nice. Nice! Nice! Heel nice. Gewonnen. Gewoon 1-3. Perfect gedaan. Ben trots op mijn team. Hebben we goed gedaan. We hebben een oké team. Alleen ik zit nog altijd te twijfelen over een paar aanpassingen. We hebben de titel gewonnen. We hebben gewonnen. We mogen 3 packs openen. Woe! Laten we dat gaan doen. Laten we dat gaan doen. 3 packs. Kom maar op. We gaan 3 packs openen. Daarmee gaan we deze video verder afsluiten. Mensen, druk alvast wel alweer op het duimpje omhoog, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Ik hoop dat we elke aflevering van zulke lange aflevering kunnen maken. Zou echt super awesome zijn. In het eerste pakket van de 3 zit... niks. Fiets. Ah, sorry jongens. Ah nee, we doen KVB-logo's. Veel meer Nederlands. Ik ga geen Ajax-logo doen. Oké. Showy! Weer geen Nederlanders. Mwee. Club Bam, derde pakje. Niks. Helaas. Oké, we hebben 2700 coins. We kunnen nog wat spelers kopen. Dit is ons team momenteel. Laat alsjeblieft in de reacties achter welke spelers er nog bij moeten komen. Welke er eventueel uit moeten. Wat gewisseld moet worden. En noem het allemaal maar op. Vergeet niet op het duimpje omhoog te drukken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. De steun. Mocht je dat gedaan hebben, ben je superheld. Zeg ik tegen jullie tot bij de volgende The Legend Dream. En mensen, tot de volgende keer. Ciao!